Ik ben hier in Vierhuizen bij Maatschap Klaassen en ik ga zo dadelijk in gesprek met Anson. Hij gaat me vertellen over de MPPL-techniek die hier op het bedrijf al wordt gebruikt, namelijk variabel poten van aardappelen. Hij gaat me er alles over vertellen. Goedemorgen Anson. Hallo. Fijn dat we er zijn, dat we mogen meekijken vandaag bij jou. Welke precisietechniek gebruiken jullie hier van MPPL? Wij gebruiken de precisietechniek variabel poten in podaardappels. Oké. Okay. Kun je kort vertellen aan mij wat dat inhoudt? Dat wij via taarkaarten op de zware grond gaan we nauwe poten en op de lichte grond gaan we wijde poten. Oké. Okay. En wij zijn pootgoedteler, wij moeten knollen produceren. En dat gebeurt natuurlijk allemaal op het land? Op het land. Dus zullen we daar eens even heen lopen? Dat gaan we doen. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Pootaardappel. Wat is nou het verschil met een pootaardappel en met een product wat ik in de supermarkt koop, een zak aardappels? Pootaardappel is het beginproduct van een... Hè, wij beginnen met miniknollen. Die gaan wij vermeerderen. En we krijgen één knol. Dat wordt 10 knollen. Het jaar erop wordt die 10, dat worden 100. En dat wordt dan straks een groter volume. En dat gaat naar de consumptieteler toe of naar de tafelaardappelteler toe, die ze weer vermeerdert. Die pootje hier, ja, variabel? Dit stuk hebben we variabel geplant. Dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat die stukken kun je nu hier ook wel een klein beetje zien, zeg maar. Waar nou de aardappels wat minder opkomen, mm-hmm. Daar is die grond wat zwaarder. Weer kleier. Hier hebben ze ook wat nauwer geplant dan. En waar ze al staan, zeg maar, daar is de grond weer wat lichter. En daar planten ze weer wat wijder, zeg maar. Nu hebben wij een proeflig hier in het perceel. Daar hebben wij één baan op 12 centimeter geplant. Weer een baan op 14, weer een baan op 16 en weer een baan op 18 centimeter. Mm-hmm. En dan proberen we aan de onderliggende data te kijken wat is de optimale planafstand geweest. Ja. Om dit kijken of dit goed is wat we nu doen. Ja, dus dat hele proeftuinidee, dat is ook waar de MPPL voor staat natuurlijk. Het uitproberen. Ja. En dan uiteindelijk dus als je denkt, nou dit is het dus, dit werkt het beste. Is het dan ook zo van dat jij tegen je collega's kunt zeggen, nou jongens, je moet op deze afstand gaan poten of hebben zij dan weer een ander veld en werkt dat zo niet? Nou ja, de doelstelling is eigenlijk om, nou ja, via dit MPPL-project, om rekenregels te maken, zeg maar, voor die grondsoorten. Dus als jij een bepaalde grondsoort hebt, dan hoort deze waarde bij. Ja, precies. En dan wel deze algemene... Ja, een klein beetje richting aangeven. Nou, dat doen we met de proeftuin. Ja. Dus die kaart die we hebben gezien, die wordt omgezet in een taakkaart. Die zet je op je USB. Ja, die staat op de... Ja. En dan drukken we die in het scherm van de computer. En die gaat hem dan weer aansturen. Die stuurt de machine dan weer aan. En dan gaat hij automatisch, waar die dan rijdt, zeg maar, op het vlakje, via de GPS-bolletjes, ziet hij dat dan, waar die is op het veld. En dan gaat hij daar weer nauwer of wijer. En dat gaat hij een paar keer herhalen. Ja, net wat... Wat voor vlekje dat hij heeft. Dus in principe, als je het ingevoerd, dan hoef je hier in die trekker niets anders meer te doen dan te sturen. Ja, dan hoef je te sturen en die machine doet alles zelf. Ja, ik vind het heel mooi om te zien hoe jij deze techniek hebt uitgeprobeerd. Niet alleen voor jezelf, maar ook met het idee om het uit te kunnen dragen naar een veel groter vlak. Dus dat vind ik een mooie gedachtegang. En ik ben benieuwd of er uiteindelijk nog meer technieken zijn die jij op deze manier gaat uitrollen en presenteren. Nou, bedankt voor vandaag en wie weet zien we elkaar nog eens. Ja, is goed. We mogen geen hand geven, maar succes, hè? Ja, tot ziens. Dag.